die we vandaag laten zien is de 250cc. Met startnummer 3, daar staat hij, André Stamsnijder. Daarnaast, 19 jaar oud, met nummer 4, Leon van der Heijden. Dan met nummer 5, Henny Boerman. En daar weer achter, daar staat hij, Hans Koopman. Hij rijdt deze wedstrijd met startnummer 6. Niet meer het aanduwen zoals vroeger, maar gewoon met de koppeling. En hun volle 12 rondjes gaan ze rijden. De eerste bocht dan. En wie is het? Startnummer 10. Jurgen van der Goorberg, gevolgd door startnummer 3, André Stamsnijder. Goeie start dus van Jurgen van der Goorberg. Hij kwam vanaf de tweede startrij. En hij stond daar naast de nummer 16, Guus ten Tijen. De eerste doorkomst. Daar is die. Jurgen van der Goorberg, het jongere broertje van Patrick. En kijk eens aan een voorsprong die hij al opgebouwd heeft. Een moeilijk circuit daar op de Luttelberging. De tweede plaats voor ten Tijen. Derde is startnummer 9, Henri Sala. En daarachter startnummer 5, Henny Boerman. Hij rijdt dus op een vierde positie. Nummer 16 op een tweede plaats en dat is dus Guus ten Tijen. Daar weer start nummer 3, die is wat teruggevallen, want die lag nog tweede na de eerste ronde. Dat betekent dat André Stamsnijder zachtjes maar zeker terugzakt. Daar weer Jurgen van der Goorberg met start nummer 10. Ging verschrikkelijk hard op de Luttelberging. Een fraaie circuit met hele snelle en ook soms wat lastige bochten voor de deelnemers. De tweede, derde en vierde plaats. En vierde momenteel al Leon van der Heijden. Vijfde plaats voor start nummer 9, Henri Sala. En ook hij valt dus wat terug. De jongere garde gaat verschrikkelijk hard. Van der Goorberg dan weer. Inmiddels met een voorsprong van ruim 9 seconden. Daarachter het gevecht. Het is Leon van der Heijden op een derde plaats liggen die een aanval doet bij Henny Boerman, de nummer 5. Komt hij er voorbij? Ja, de nee. Dat zal de vraag zijn. Voorlopig zit hij er nog vlak achter. Nummer 5 dus, Henny Boerman. En Leon van der Heijden inmiddels opgestoven naar de derde positie. En daar gaat Koopman. Liggend momenteel op een zesde plaats in de wedstrijd. Hij kwam vanuit Italië, werd daar 12e in de 80cc-wedstrijd. Hier rijdt hij vlak achter start nummer 12, Loek Baudelier. Prachtige vecht ook daar dus. Maar de koploper is nog steeds ver van voren. Daar is hij weer, Jurgen van der Goorberg. Gaat wel verschrikkelijk hard die bocht in en raakt het gras. Hij komt in het gras, maar hij heeft zijn machine onder controle. Nee, oh, stuit het er weer bijna af daar. Ongelooflijk dat hij zijn machine daar toch nog onder controle hield. Dus kijk in de slow motion wat daar gebeurde. Jurgen van der Goorberg, de start nummer 10. Rijdt hier het gras in. Zet een voetje buiten boord. Dan lijkt het allemaal goed te gaan. Hier trekt hij zijn been weer binnen en rijdt over het gras. Dan gaat hij de baan weer op, maar zijn achterwiel glijdt weg. En daardoor komt hij in de volgende toch wat netelige positie te hangen. Daar gaat hij. Je denkt dat hij hem nooit meer kan houden, maar het lukt dan toch nog. Achteraf verklaarde hij dat het kwam doordat hij ooit de trail gereden had. Maar hij is wel de koppositie in de wedstrijd kwijt. En dat allemaal in de laatste ronde. Het is Leon van der Heijden die nu de leiding heeft. Een tweede voor Henny Boerman. Zo stuiven ze richting de finish. En daar dan nog een derde plaats voor Jurgen van der Goorberg. De finish en de uitslag van de 250cc-wedstrijd in Raalte. Eerste Leon van der Heijden, tweede Henny Boerman, derde van der Goorberg, vierde Henri Sala en vijfde Loek Baudelier. En dit is de winnaar. Ik ga daar zitten, de boeren daar over 100 uur. En een fantastisch jongwinnaar. En dan daar de titel nog heel veel van gaan voeren. Leon van der Heijden, staat hebben ons met Leon Bouten. Dan gaan we de Ik
wens voor jullie alle drie heel veel succes straks in de internationale wedstrijd van de volgende CT-klasse van die tijd. Thank you.